Goedemorgen, je kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we allemaal witte dotjes, met name boven de Noordzee, en dat zijn allemaal stapelwolken met kleine buitjes. En die buien die trekken heel langzaam vanaf de Noordzee het land binnen. We hebben vandaag daardoor een flinke zonnige perioden, met de meeste zon in het binnenland en dichter bij zee, dus wat meer stapelwolken, en daar kan af en toe een bui vallen, maar ook daar grotendeels droog weer. De wind waait stevig uit het noordwesten tot noorden met windkracht 3 tot 5 op de wadden, af en toe windkracht 6 en wordt 7 à 8 graden. Vanavond neemt de wind af, verdwijnen ook de meeste buien en begint het af te koelen, zoals elke avond. Halverwege de avond is de graad of 4 en in de nacht komt het kwik rond of iets onder het vriespunt uit. Morgen, wat mij betreft, een mooie dag, een flinke zonnige periode, blijft vrijwel overal droog en er staat weinig wind, temperatuur 6 à 7 graden. Zondag. Wordt het slechter, dan komt er meer bewolking. De zon schijnt nog wel van tijd tot tijd, maar het wordt vooral koud. In de ochtend vriest het nog bijna overal. Smiddags dus komen we even in de buurt van de 4 tot 6 graden. Na het weekend gaan de temperaturen weer omhoog. De kans op regen is klein. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.